Een hele goede dag. In de video van vandaag gaan we bespreken waarom je nu Bitcoin moet gaan kopen en waarom we niet naar $30.000 gaan bewegen. Hoe zit dat precies? En ik ga het uiteraard natuurlijk gewoon onderbouwen. Dat en meer gaan bespreken in de video van vandaag. Blijf dus zeker kijken. Laat alvast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan gaan we snel van start met de video. Goed, voordat we gaan beginnen met de video gaan we eerst even kijken naar de educatiegroep. Wat kunnen onder andere verwachten? Bijvoorbeeld het Coins to Watch kanaal, daar updaten wij de mensen over de zaken die spelen, fundamentele ontwikkelingen. Dat doen we de dagelijkse marktupdates. De live sessies komen hierin te staan. Dus we hebben gisteren TA-verzoeken gedaan. Iedereen kon gewoon zijn vragen insturen over bepaalde coins. Dan gingen we daar gerust naar kijken tijdens de live sessie op laagdrempelige wijze, dat iedereen het een beetje kan volgen. We hebben de nodige posities aangekocht de afgelopen periode. Inmiddels staat Crown 250% in de plus. PropChain heeft een nieuwe all-time high neergezet, staat 90% in de plus. AGRS lijkt op weg richting een nieuwe all-time high, 130% in de plus. Nou ja, een dagelijkse marktupdate die we er dan uitgooien. Beetje rommelige chart, ga ik zo meteen uiteraard verder toelichten. Maar ook als je bijvoorbeeld naar het Call-kanaal gaat, zie je dat we op Rende vannacht 159% winst hebben gepakt. 25% van de posities gesloten. Ondo, Woo, hitten we allemaal lekker tp'tjes. Eerder ook richting het einde van vorig jaar zagen we Mubi bijvoorbeeld, waarop we 900% rendement hebben gemaakt. En dat alles dus binnen de educatiegroep. Je hebt natuurlijk ook dus de verschillende chats, hè, de gevorderde chat als deze en de beginnerschat. Dan kun je vragen stellen aan ons, feedback vragen op je charts. Heb je hulp nodig bij investeringen? Dan ga je naar het off-topic kanaal. Daar kun je dus vervolgens al je vragen stellen over bijvoorbeeld hoe werkt het swappen? Hoe kun je de decentrale wereld benutten? Kun je even helpen met mijn wallet? Al dat soort zaken leer je dus in de educatiegroep. Lekker interactief en vooral heel gezellig. En wij zien er ook echt op toe dat mensen het positief insteken. Dus geen haat, geen vervelende berichten. Als mensen dat wel doen, spreken we ze erop aan en zorgen ervoor dat dat het niet meer voorkomt. Dus de sfeer is ontzettend goed en iedereen wil gewoon heel graag leren en lekker samen geld verdienen. Het investeringsportfolio, die dus geheel openbaar is voor alle leden van de educatiegroep met alle posities hieronder, die zijn volledig inzichtelijk in de university. Bij portfolio kun je dus bekijken hoe de posities ervoor staan, waarom we zijn ingestapt. Vouw zo'n minuutje uit, investeringsdetails, kun je zien hoe de posities eruit zien. De entries, de take profits, al dat soort zaken kun je allemaal zien, de progressie, hoe we ervoor staan. Dat soort zaken staan allemaal in het investeringsportfolio overzicht. Krijg je dus toegang tot als je lid bent van de educatiegroep. We hebben nu dus ook iets moois. Heb je dus interesse in bijvoorbeeld educatiegroep abonnement, of wil je graag de tradecursus plus 1 maand gratis educatiegroep aanschaffen, krijg je dat automatisch. Maakt niet uit wat je dus koopt, krijg je ook 2 weken gratis educatiegroep cadeau. Dus zelfs als je de tradecursus plus 1 maand gratis koopt, maand gratis educatiegroep, krijg je ook nog eens 2 weken gratis educatiegroep bovenop. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, ga even naar de website toe. www.cryptocointalk.nl. Linken staan gewoon onder de video in de beschrijving. Als je daar naartoe gaat en je vult bij het betalingsproces, dus je hebt een product gekozen en je gaat naar het betalingsproces, vul je even de code in, 2W gratis. Als je dat dus doet, krijg je automatisch 2 weken gratis bovenop je educatiegroep abonnement. Goed, dan gaan we nu door naar de kern van de video, namelijk dit is waarom je nu Bitcoin moet gaan kopen. En heel belangrijk om daarbij te benoemen, er zitten wat nuances in. Het is geen financieel advies. Ik heb geen glazen bol, ik kan niet in de toekomst kijken en ik kan er dus ook naast zitten. Dus neem het met een klein korreltje zout. Maar ik zie mensen heel erg kijken naar 30k, naar 20k, naar 10k. Mensen blijven het maar volhouden dat we veel lager moeten gaan en negeren eigenlijk alle bullish aspecten die momenteel spelen. Ik kan niet zo gek veel bearish aspecten opnoemen. Ja, een recessie die potentieel op komst is, maar die lijkt momenteel gezien de macro-economische omstandigheden, lijkt die vrij ver weg. De koers is omhoog, de trend is omhoog. Waarom zou je dus mikken op een potentiële top als je ook gewoon met de trend mee kan spelen? Dit soort kansen doen zich niet zo heel vaak voor in de markt. 1 keer in een x aantal jaar krijg je dit soort kansen. Heb je een significante bullmarkt? Profiteer er dan dus ook vooral van. We gaan even kijken naar Jackis. Zorg ervoor dat je die eventjes volgt op Twitter. Betrouwbare Twitter-account die altijd goede content post. Ook over macrocondities en dit soort aspecten. Hij heeft dit rapport bekeken van Bitwise. Het is een
een survey, een onderzoek wat is gedaan onder de klanten. En daar kwamen hele interessante resultaten naar voren. En in plaats van dat ik dat hele document door ga spitten met jullie, kan ik het veel beter even houden bij de samenvatting van Jackis, want hij heeft de belangrijkste zaken opgesomd. Als we namelijk gaan kijken, dan zien we dat de vraag is voorgelegd van: ik wil graag Bitcoin aanschaffen voor een Bitcoin spot ETF is goedgekeurd en na een Bitcoin spot ETF is goedgekeurd. En slechts 12% zegt van: voordat zo'n Bitcoin spot ETF komt, wil ik in Bitcoin exposure hebben. Betekent dus dat heel veel mensen wachten totdat zo'n Bitcoin spot ETF kwam en daarna pas 88% wil dan wel gaan investeren. Dus het heeft vooral op regulatory vlak, daar heeft het vooral mee te maken. Nu hebben we dus een Bitcoin spot ETF, dus het is niet gek dat we een enorme inflow zien. En dat zien we dus ook hier gebeuren. ETF, Bitcoin Holdings over time is gewoon serieus aan het groeien. Het groeit ontzettend hard. En dat laat dus ook zien dat deze theorie en wat hier eigenlijk aan antwoord is gegeven, dat het ook in lijn is met wat we nu daadwerkelijk zien. Dus dat is sowieso positief. We zien ook hier redenen waarom er niet voor gekozen werd om in Bitcoin een allocatie in te nemen. Dat had met allerlei aspecten te maken. De meest belangrijke is regulatory concerns. En dat was 60% in 2021 en 64% in 2023. Dat is vrij constant gebleven. Dus dat is gewoon de hoofdzakelijke reden waarom mensen geen exposure in Amerika wilden innemen in Bitcoin. Omdat er dus geen Bitcoin spot ETF was. Nu is die er dus wel, dus nu is dat hele probleem is gewoon weg. Dus dat betekent, mensen hebben nu veel meer een reden om wel die Bitcoin exposure aan te gaan. Dus dat is sowieso positief. Nou, vervolgens werd de vraag gesteld ben je in staat om crypto te kopen voor jouw cliënten? Dus dat zijn dus managers die voor mensen geld beleggen en dus misschien een stukje crypto. Ben je dus in staat om crypto te kunnen kopen? Yes, zei 19% en no, zei 64%. Dus 64% gaf aan dat ze niet in staat waren om überhaupt crypto te kunnen kopen. Verder zien we ook dat ongeveer 90%, dus 9 van de 10 de waarde in Amerika, wat er rondgaat rondom al die fondsen en wat beheerd wordt door managers, was nog niet geallockeerd in crypto. En dat zou nu wel eens fors kunnen gaan veranderen, nu dat dus wel meer toegankelijker gaat worden. En als laatste werd de vraag gesteld van: stel je hebt al exposure in crypto, ben je dan van plan om het te gaan vergroten, die exposure, hetzelfde niveau te behouden of wellicht zelfs verlagen of helemaal verkopen? En dan zie je gewoon dat 57% geeft gewoon aan dat ze het willen vergroten, 41% gewoon hetzelfde niveau houden, wat natuurlijk ook prima is, zorgt ook niet voor extra verkoopdruk. Dus dat laat ook gewoon zien dat het heel positief is. En je moet niet vergissen, de Amerikaanse markt is gigantisch. Er gaat enorm veel geld in om, dat is ook verreweg de grootste partij in de wereldeconomie op het gebied van traditionele markten. Heeft gewoon enorme invloeden. Daarom is het ook zo significant dat we nu een Bitcoin spot ETF goedkeuring in Amerika hebben. En dat is ook de reden dat je nu zo'n flinke inflow ziet en Bitcoin dus zo hard omhoog gaat bewegen. Dus dat is hartstikke positief wat we momenteel zien qua ontwikkelingen. Nou ja, die Bitcoin spot ETF's, dat zorgt dus voor significante koopdruk. We zien continu nieuwe net inflow in de markt. Dat zorgt dus voor constante koopdruk. We zien ook dat Michael Saylor van MicroStrategy, dat hij continu Bitcoin blijft kopen. En dat zorgt er dus voor dat de koers maar niet significant wil dalen. Je merkt ongetwijfeld als je aan de zijlijn staat van: waarom dipt die koers nog niet? Waarom blijft hij maar omhoog gaan bewegen? Heeft dus mee te maken dat er agressief wordt gekocht. En ook een beetje met de bewegingen van Bitcoin als je eenmaal agressief gaat trenden. Die geef je niet de kans meer om rustig in te stappen. Die gaat gewoon serieus omhoog. Goed, dan gaan we nu even door naar het actuele plaatje. Dit was wat we besproken hebben gisteravond tijdens de live sessie. Je kon het op twee manieren benutten. Door of orders direct klaar te leggen in deze Fair Value Gap. Stoplossje boven de high, TP1 op 2R en vlak rond deze lows. Nou, daar lijken we nu mooi naar op weg. En de andere optie was om iets meer confirmatie af te wachten en dan te anticiperen. Nou, dat is mooi uitgespeeld. We lijken nu op weg richting de 50.652. Ik heb zelf geen positie ingenomen omdat ik deze confirmatie afwachtte. Ik heb niet een hele duidelijke entry trigger gekregen. Ik had liefst gezien dat je hier nog één keer hierboven was gekomen en dan die zwakte had getoond. Dus ik zit er eerlijk gezegd zelf niet in. Voor de mensen die wel direct de orders hebben klaargelegd, ja, die staan lekker in de plus en zitten nu rond TP1 ongeveer. Dan gaan we nu even naar het actuele plaatje kijken.
niet zo heel veel veranderd, hè. Halen dit eventjes weg en dan tekenen we dit even opnieuw in. Bitcoin heeft de high opgehaald. En wat zie je doorgaans als we de high ophalen? Dus bovenkant liquiditeit opgehaald. Je kent het riedeltje inmiddels misschien wel. Bovenkant opgehaald betekent onderkant opzoeken. Dus de prijs is nu boven geweest. Heeft de liquiditeit opgezocht. Gaat nu op zoek naar liquiditeit ergens aan de onderkant. Het meest significante prijspunt is deze low. Die staat open. Dus de kans dat we daar nu heen gaan bewegen en dus de TP hit op de short is gewoon ontzettend groot. Als we dit gaan doen en we gaan daarna sterkte tonen, dan verandert dat liquiditeitsplaatje weer. Dan heb je onderkant opgehaald en dan staat de bovenkant weer open. En dat is hoe je continu die range kan traden van liquiditeit naar liquiditeit. Dat is gewoon hoe de markt beweegt. Dus dat is ook waar ik nu naar op zoek ben. Ik zoek dus naar een potentiële long scalp op de 50.652. Als we iets verder gaan uitzoomen, zien we dat we hier een stipje hebben die ik even weg ga halen. Geen idee hoe die daar beland is. Deze is wel relevant. Op de 51.264. Ik had vorige week al aangegeven in de video's van ik houd rekening met iets van afkoeling. Aangezien we toch wel tegen een key leveltje aan zitten. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat we boven die 48.185 zijn gesloten. En boven de 49.054. En ik heb gezegd als je erboven sluit op de weekgrafiek. Ga ik ervan uit dat we een nieuwe all-time high gaan neerzetten. Dat kan in één streep gebeuren. Maar wat meer voor de hand liggend is. Is dat het meer in een soort tussenfase gebeurt. Dus consolidatie, impuls, consolidatie, impuls. Dat is veel meer voor de hand liggen. Dus dat betekent ook dat ik niet zozeer kijk naar veel lagere prijzen. En je moet ook een beetje logisch redeneren. Je moet ook naar de marktstructuur kijken. En dan zien we gewoon dat we hier een high hebben. Dat je hier een low hebt. En dat je vervolgens een high high hebt neergezet. Dat betekent dus ook dat dit hele gebied hier, tot en met deze low, is high low territorium. Dus het maakt niet uit of we nu dit gaan doen, of dit gaan doen. Alles boven deze low, dus dat is de low van, 38.531. Dat is de higher low. Zolang je daarboven blijft, zet je een higher low, hou je de bullish constructie intact. En kun je eigenlijk niets anders doen dan omhoog kijken. Dus mensen die maar blijven roepen, topvorming, 30k, 20k, 10k... Ik snap er helemaal niks van. Je staat nu op 51.282 op het moment van het maken van deze video. Je hebt een bullish constructie. Fundamentals werken zeer in je voordeel. Je hebt de ondersteuning van Bitcoin spot ETF's. De Bitcoin halving die eraan zit te komen. Nog steeds de macro-economische ontwikkelingen die op dit moment steeds gunstig beginnen te worden. We hebben nog steeds centrale banken die elke keer meer geld bijprinten. Dus de vraag naar schaarse assets zoals Bitcoin, maar ook bijvoorbeeld grondstoffen, vastgoed, goud, zilver. Alles wat schaarste is, of er nou digitale schaarste is of überhaupt gewoon schaarste, is gewoon intrekt en zou de komende jaren goed moeten presteren zolang centrale banken maar blijven bijprinten. En ze moeten blijven bijprinten, want anders valt gewoon het hele zooitje in elkaar. Dus ja, op dit moment is het gewoon zeer intrek om in Bitcoin te gaan zitten. Moet je dan in één keer blind gaan FOMO'en, alles gaan kopen? Nee. Wat je bijvoorbeeld kan doen is DCA toepassen. Je koopt hier een klein stukje. Zakt hij dan verder, koop je nog een stukje. Zakt hij nog verder, koop je nog een stukje. En dat zou je in meerdere delen kunnen opsplitsen. Stel dat hij vanaf hier al gaat, heb je in ieder geval een stukje allocatie. Dus als je aan de zijlijn staat, wees nou niet bang om een stukje allocatie in te nemen. Nogmaals, geen financieel advies. Maar probeer wel de kleine teen erin te dippen in deze markt. Want de markt is gewoon omhoog. De trend is omhoog. Je hoeft niet per se precies de bodem te kopen. Als wij straks, weet ik veel, naar 200k gaan bewegen. En ik denk dat die kans er best wel in zit. En je pakt dit stuk mee. Is dat ook prima toch? Heb je gewoon de grote bulk van de move. Die pak je dan gewoon. Dus ga nou niet proberen telkens perfect die bodem te timen. Want dat is je de afgelopen periode ook niet gelukt. Ja, waarom zou het nu in één keer wel lukken? Dus wees gewoon niet bang om een stukje te allokeren. Zet die bear market PTSD van je af. Ga onderzoek doen. Ga jezelf ontwikkelen op het gebied van traden en investeren. Leer over de markt. Verdiep je daarin. En zorg ervoor dat je een paar mooie keuzes maakt en daarin gaat investeren. Dat is echt belangrijk. Als je graag allocatie wil hebben in crypto, dan kun je niet te lang aan de zijlijn blijven staan. Zo'n cyclus duurt niet eeuwig voort. Dat is hooguit een paar jaar meestal. We hebben vorig jaar al een goede periode gehad. Nou, misschien is dit wel het laatste jaar van de cyclus. Ja, we zitten nu in februari. Je hebt nog wel even te gaan. Maar wees niet bang om een stukje te allokeren als je zelf zoiets hebt van ja, ik vertrouw wel in de markt.
ja, waar wacht je dan nog op, toch? Dus dat is de boodschap die jullie graag mee willen geven. Ziet ook een beetje als een wake-up call voor mensen die continu proberen die bodem eruit te vissen en de lokale top. Wees gewoon niet bang om stukken te investeren als de trend agressief omhoog is. Er is echt niks mis mee. Je koopt gewoon een klein stukje. En als de koers verder zakt, dan koop je gewoon een stukje bij. Gewoon DCA toepassen. Dan heb je in ieder geval iets van allocatie in de markt. Goed, laat ik vooral weten hoe jij momenteel over de markt denkt. Laat het gerust in de comments weten. Kunnen we daar over de discussie eventjes aangaan. Laat ik vooral even een like achter als je dit soort content tof vindt. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Laat dus!